Jaarlijks wordt op 6 november Malaria Day of the Americas gevierd. Deze dag werd door het malaria-programma van Suriname feestelijk herdacht. In samenwerking met de Pan American Health Organization streeft het malaria-programma naar een malaria-vrij Suriname in 2020. We zijn hier vanochtend bij het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid in het kader van Malaria Day of Americas vandaag, 6 november 2019. Deze dag is 13 jaar geleden in het leven geroepen door de Pan American Health Organization om stil te staan bij de behaalde successen in de regio en om vooruit te kijken naar de nieuwe doelen. Vandaag is 6 november, dat is de Malaria Day of the Americas. Dat is een dag die is ingesteld door de Pan American Health Organization, waarbij we elk jaar even stilstaan bij eigenlijk welke doelen we willen behalen en welke successen we tot nu toe al hebben behaald. En wat betekent deze dag voor u? Voor ons is het een heel belangrijke dag. Het is een feestelijke dag, want we hebben successen behaald in Suriname. We zijn nu op de drempel van eliminatie. Behalve dat het malaria-programma zelf viert ook een feestje, want we hebben dit jaar ons 10-jarig jubileum. Ons thema vandaag zijn partnerschappen. Dus wij hebben inderdaad een groot deel van onze dag besteed aan partnerschappen, het herkennen van partners. Er zijn ook een heel aantal partners hier aanwezig, waaronder de medische zending, andere afdelingen binnen het ministerie van Volksgezondheid, maar ook private partners waarmee we samenwerken. En de vertegenwoordiger bijvoorbeeld van Brazilië, de ambassadeur van Brazilië. Brazilië en Frans-Guyana als buurlanden zijn ook belangrijke partners voor Suriname. It's important this collaboration between the governments of Brazil and Suriname, between the ministries of health of Brazil and Suriname, and within the malaria program that we have. Why? Because you know that there are not only Surinamese here, we have also Brazilians and other nationals who work in the mining areas, and malaria doesn't know borders. So what we have to do, and that's what we are doing successfully, and the malaria program is a successful, I think it's the most successful program against malaria in the Americas. You have won 3 times the best program because you collaborate, as I said, on their ways and some in working. That's how we work. We exchange knowledge, we collaborate, we have capacity building, training, and we bring people together to fight as a common goal. Vandaag vieren we Malaria Day of the Americas en we herdenken de successen onder andere die we hebben geboekt in onze strijd tegen malaria. Het is een dag om je goed te voelen. En hoe lang herdenken jullie dit al? Deze dag is door PAHO in 2007 ingesteld voor de landen in de Amerika's om deze dag te vieren, om zo hun successen te vieren. Deze dag hebben we dus gebruik gemaakt van de gelegenheid om onze werkers in het veld, en met name de goudvelden en enkele werkers van de medische zending op een voetstuk te plaatsen vanwege het werk dat ze doen. Het is bijzonder wat ze doen. Dankzij hun zijn we in staat dus malaria te bestrijden. Praktisch is er geen malaria meer in Suriname. En zonder dus de mensen in het veld zouden we dit niet hebben bereikt.